Vreda nu. Je weet het meteen. Vrijdag 2 maart is het NK Stratenmaken van start gegaan. Hierbij gaan 10 mbo-studenten van verschillende scholen met elkaar de strijd aan voor de titel Beste Stratenmaker van Nederland. Het NK Straatmaker is Nederlands kampioenschap straatmaken. Dat betekent dat alle scholen uit Nederland worden uitgenodigd om hier competitie te drijven. Winnaar wordt Nederlands kampioen, uiteraard. En wat hier gebeurt is op een veld van ongeveer 4x6 krijgt men een opdracht, een tekening. Die wordt vanochtend is hier uitgedeeld en toegelicht. En dan vervolgens moet men dat maken in een tijdsbestek van 2 dagen. En is er een jury om dat te beoordelen. Wij als ROC vinden het belangrijk dat wij studenten een podium geven waarop ze kunnen excelleren. En dat doe je onder andere met goed onderwijs natuurlijk. Maar ook met vakwedstrijden zoals je hier ziet bij straatmaken. Waarbij het voor het echte is. Een echte opdrachtgever. Er moet samengewerkt worden. Er is een klant. Het moet op tijd af zijn. Het moet volgens afspraken zijn. Daar zit druk op. Je hebt een aantal hoofdaspecten, zo werkt het. En een aantal onderliggende criteria. Dat is best een pak papier dat ieder jurylid moet invullen. Die kijken bijvoorbeeld op hoe je samenwerkt, wat de verdeling is, of er überhaupt een planning is. Of men doet aan veiligheid, hè, of je goed werkt, arbeidstechnisch of arbotechnisch. En uiteindelijk natuurlijk ook of het er goed uitziet. Breda nu. Je weet het meteen.